7 ingrediënten en 20 minuten. Dat is al wat je nodig hebt voor een zalig bordje vol. Het is tijd voor Klaar in 20 minuten. De oversteek maakte ze met haar stalen ros. Of België klaar was voor haar, dat laat ik even los. Ze kookt met kilo's passies en met vleugje glos. Maar genoeg os met ons jommeke Spaansos, dames en heren, dag niet ros. Alles goed, chef? Ja, alles is goed, chef. Je ziet er stralend uit. Ik ben merci. Je past volledig in onze keuken ook. Hè? Wat een kleurencombinatie. Blijft de hamvraag, chef. Wat gaan we vandaag maken met deze 7 attributen? En vooral, is dat klaar in 20 minuten? Ah, wel. Ik ga kip à la orange maken met rijst en crunchy broccoli. En ik hoop dat wij dat kunnen maken in 20 minuten. Wel, ik ga voor jou meeduimen. Ik start de klok in 3, 2, 1. Koken maar, chef. Ah, wel. Ik ga beginnen met die broccoli, want dat moet eventjes in de oven gaan. Mm-hmm. Gewoon een propere, goede, mooie broccoli. En wat ik doe is eigenlijk, ik snijd dat gewoon zoals brood eigenlijk. Let op, pas dat die broccoli niet te dik of grote stukken zijn, want we hebben maar 20 minuten. De tijd gaat snel, hè? Tijd gaat snel en ik wil dat dat een beetje zo crunchy wordt. Dus ik kan dat niet koken in water of zoiets, maar gewoon olijfolie, zout, peper. En hup, in de oven. En dan kunnen wij de volgende ingrediënten gebruiken. Voor mijn familie dan gebruik ik meestal een volledige broccoli. Ik vind er echt zot op. Zo. Ik kan een ovenschaal nemen. Eten jullie thuis veel groene groenten? Absoluut, ja. Absoluut. En zeker broccoli, dat is zo gezond. Voilà. En makkelijk klaar te maken, zo te zien. Hè? Heel makkelijk. En dat is ook, als je dat zo gebak in de oven, dan komt er zo een beetje notensmaak, een beetje crunchiness. Ik doe dat ook vaak als ik een salade maak. Dan maak ik die broccoli zo in de oven en gewoon opleg. Dus een kleine hint. Voor mensen thuis, als je iets anders wil doen dan broccoli in water koken. Voilà. Zout en peper. Gewoon zwarte peper, dat vind ik altijd de beste. Lekkere zeezout. Zo. Je moet wel, let op, je moet wel... Kijken. Ik doe dat ongeveer 10 à 12, 13 minuten in de oven. Oei. Ja, maar ja. En hoeveel graden ga je dan in de oven? Ik doe tussen 100 dagen en 200. Oké. Okay. Mensen thuis, iedereen heeft veel verschillende ovens. Ja, ik probeer niet te overdrijven met de olijfolie. Het is nogal een fles met een grote opening. Dat is een groot gatje. Dus oké. Okay. In between dan ga ik zo af en toe in roeren, maar nu even snel in de oven. Als je wilt, chef, kan ik de tijd in toog houden. Hè? Dan doe ik ook nog iets van daar. Goed zo. Ja. Dan de rijst opzetten. Mm-hmm. Is er een verschil in de rijst voor jou voor dit gerecht? Want je hebt ook tegenwoordig bruine rijst, zwarte rijst zelf. Ik hou van een beetje Aziatisch of zo'n beetje Thai rijst. Meestal kook ik rijst zo uit de pak. Maar dit is, als je snel moet zijn, dat is ook een hint. Dat is gewoon zakjes daarin, pom, klaar. Ik ga hier warm water nemen. Dat kan zelfs kokend water, hè, chef? Dat is... Ja, dat is kokend water en dat spaart ons ook tijd. Voilà. Zo. Kosten nog moeite gespaard. Dat is moeite gespaard, maar je moet wel opletten dat je niet verbrandt. Hè? Je spreekt dus precies uit ervaring. Het is wel kidsproof natuurlijk, hè? De kraan. Ja. Kinderen kunnen zich niet verbranden. Dus met kleine kinderen, let op, hè. Ja.
Of lompe volwassenen, zoals ik zelf. Ja. Ik ben zelf heel clumsy. Zo. Dan eventjes hier. Oeh. Zo. Zo. Nee, zo. 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 Ik kan eventjes laten opkoken. Voilà. En dan gooi ik de rijst in. Ik denk de rijst is meestal 10 à 12 minuten. Mm-hmm. Ik zet dat dan gewoon af en ik laat het gewoon verder stoven. Zeg je dat niet stoven of stomen? Koken, stomen, stomen, ja. Nu, volgende. Dus we hebben die rijst, we hebben die broccoli. Aha. Mijn lekkere, gezonde kip. Ik ben heel... Nee, hoe zeg je dat? Ik ben heel streng op welke kip ik gebruik en zo. Ik gebruik kip van bij ons, dus lokaal. En ik vind het ook belangrijk te weten hoe de kip zijn laatste leven heeft gehad. Dat ze goed is verzorgd en dat smaak je ook in de smaken van het vlees zelf. En hoe kan je zien dat kip een goed stukje kip is? Als je in de winkel rondloopt, en je een stukje kip. Hoe kun je ken je jouw producten, zeg ik. Ja? Dus check welke kip je koopt, of welke vlees eigenlijk. En ja, ik vertrouw daarop. Okay. Een beetje. Ook een trucje met die kip, want we hebben niet zoveel tijd. Dus de groter die stukken, de langer de gaartijd. Maar dat weet iedereen thuis. Maar iedereen ook eet ook graag kip, hè? Dus... Oh, dat maakt zelfs niet uit. Mijn grootmoeder zei vroeger altijd, iedereen heeft zijn hoesting en voorkeur, dat kan. Maar de bompa, dat is een borste- en bieleman. Mijn oma was nogal opgetuit. Wow, dat is... Ik ga dat een beetje rustiger zetten. Zo. Nu, ja, ik eet niet elke dag vlees, persoonlijk. Maar kip kan ik bijna elke dag eten. Ja. Ik vind dat is een vlees dat ik gemakkelijk verteer. En... ja, dat is een goede proteïne. Dat is een beetje gezond eigenlijk. Hè? En dat is ook heel goed voor de lijn. Heel belangrijk. Ziet er. Ben ik goed op tijd? Ik heb nog kleine... De klok is stilgevallen, maar ik ben luid op aan het tellen. Dus ik ben gewoon aan het verder tellen. Komt helemaal in orde. Oké. Okay. Maar wat ik ook doe thuis, als ik zo weinig tijd heb, want ja, we hebben allemaal drukke leven, dan roep ik mijn kinderen, kindjes, zet de tafel. En dan spaar je ook natuurlijk tijd. Hè? Dat is waar, maar kinderarbeid is verboden hier in België. Wow, ik weet niet wat in IJsland is. Maar... Dat is geen kinderarbeid, dat is eigenlijk, iedereen doet mee. Ja, hoe is dat? Huh? Ik kan het niet verstaan. Dat is geen kinderarbeid, dat is gewoon iedereen doet mee in een huis. Voilà. Thuis, dus werken voor kost en inwonen. Ja, ze moeten dat leren natuurlijk. Dat is eigenlijk werk van mijn kinderen, is tafel zetten en afruimen na eten. Dat is niks te veel, hè. En voor hoeveel man kip, hoeveel gram de kip de man voorzien ongeveer? Ja, ik reken ongeveer 150 gram. Dus tussen 500-600. Ik vind als je rijst en broccoli heeft, dat is ook vullend, zou ik zeggen. Ik probeer nooit te overdrijven. Oh my, hou jij in gaten dat de rijst moet ongeveer 10 minuten koken? Ik ben dat mentaal aan het tellen. Ik ben ondertussen met jou aan het praten en aan het tellen in mijn hoofd. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Nee, dat komt helemaal goed. Ja, zeker. Ik denk dat we al 4 minuten ver zitten ongeveer. Voilà. Dan ben ik goed op tijd. En ik probeer dat laten tonen dat we kunnen in 20 minuten op gemak koken. Maar kijk, koken moet een hobby blijven. Hè. Het moet dat leuk moet gezellig blijven. Zijn. Hè? Ja. Beetje muziek erop. Ik kan voor jou zingen als je wilt. Hè? Ik zal het voor later houden. Hè. Dat is heel verstandig. Tijdens eten. Dus, oké. Okay. Voilà. Je kan natuurlijk... ook kip kopen die al gesneden is, maar... Ja, maar dat is... Dat is een beetje lui. Het is rustgevend, hè? Is dat. Oké. Okay. Zo. Zo. Even mijn handen wassen. Daar van boven op de knop slaan. Wacht, ja. Ja.
En als je het uit wilt zetten, mag je daar nog eens op drukken. Huh? Ja, als je het uit wilt zetten, mag je daar nog eens op drukken. Dat is eigenlijk wel handig, want je kan het zo doen. Dat is gemakkelijk, hè? Ja, want anders ben je altijd bezig met... Oké, pan. Je hebt nog 11 minuten. Oei, moet ik even gas geven? Ja? Ja, we hebben geen gas hier. Oh. Ik heb 11 minuten, zeg je. Ja. Ga ik dat hier doen? Papa. Even kijken wie is wat. Dat is bovenste. Zo. Beetje olijfolie. Hop. En... Die vind ik goed. En die ga ik ook gebruiken, ze biedt. Komt zo. Je mag alles gebruiken wat er in mijn keuken staat. Maar niet te veel, want ik moet een afwas doen. Ja, ja, ja. Ik doe geen afwas, hè. Jij of de kids. Ik zal je dat wel doen, hoor. Zo. Even de warmte opzetten. Hier, dat gaat goed. Kom maar zo. Dat begint te sizzelen. Ik hoor het al, ja. Ja, hè? Moet daar veel kruiden bij de kip nu, of? Nee, ik doe gewoon zout en peper. Want okay. De saus heeft ook heel veel smaken. Oké. Okay. Checken aan die broccoli. Oh, dat begint te kleuren. Dat is een beetje multifunctioneer. Het steekt ongeveer 7 minuten in al, ongeveer de broccoli. 7 minuten. Ik ga even in roeren dan. Ja. Je ziet de half tegen ongeveer. Ik denk dat het gaat net lukken. Ja? Oh, ik kruik een beetje angst, weet. Maar dat is goed, dat is een beetje stress. Dat is ja, fijn. Eigenlijk, als ik dat zelf thuis maak, dan is het altijd ongeveer 20 minuten. Maar nu is de klok op, hè. Ja, en ook, in uw keuken zit er zo geen man tegen u te praten, hè. Of zo, voilà. Of tegen uw man kunnen zeggen, zwijg eens even tegen mij. Thuis heb ik altijd muziek op. En dan zing ik mee, dus dat wordt zo rustgevend. Ik ga echt niet zingen voor jou. Ik ga je dat echt niet aandoen en kijken in Vlaanderen echt niet aandoen om te zingen. Intussen ga ik mijn appelsinen persen. Want dat moet ook gebeuren. Als jij rustig wordt van muziek, mag je altijd zingen, hoor. Als jij mag jij zingen, hoor. Ik weet niet of de kijkers thuis mij graag horen zingen. Ik alleszins wel, dus... All right. Ik zou zeggen, zo, voor de saus, ik heb hier 2 appelsinen, maar als je nog extra appelsien toevoegt, dan is de saus gewoon meer, hè? Dat is wel een heel klassiek recht, de canard à l'orange. Dat doet mij terugdringen aan alle boeken van vroeger. Als er over keuken werd gesproken, dan ja, was het altijd canard à l'orange. Ik dacht daar eigenlijk aan, als ik dat recept was aan klaarmaken. Ik dacht zo, weet je, de duck is altijd lekker, maar dat kan ook met kip, hè? Even minder hier. Zou het een plan zijn als ik de kip op voorhand zou marineren in appelsiensap? Of is dat... Zou ik op voorhand de kip kunnen marineren in appelsiensap? Zou dat dan effect geven? Of... Dat zou kunnen, maar dan, ja, dat is anders als je dat bakt. Hè. Dan is het al in de saus dat je erin kookt. Dus misschien, je kan dat altijd proberen. Hè. Goh, ik zal eens op mijn eigen proberen dan aan jou eens uitnodigen om te komen proeven. Maar ik vond het leuk omdat ik gebruik sojasaus en die is vrij zout. Ja. En dan de honing dat ik ga gebruiken, dat is zoet. En natuurlijk... de appelsien, daar samen, ja, die vond dat gewoon een ideale combinatie.
Ja, je hebt zo de vier basissmaken. Een zout, zoet, bitter en zuur. Ja, ik was ook aan mij aan inspireren. Zo'n beetje Aziatische keuken. Ja. Ik ben er een beetje zot op. Dat is ook wel heel ingeburgerd, hè? De Chinese keuken. Dat was... Ja, ik vind dat echt als een van mijn lievelings. Dat is simpel en... Elk stad of dorp heeft wel ook zijn eigen Chinees restaurant. En die noemen allemaal de Lange Muur om een of andere reden. Dat is zo... In Vlaanderen heeft elk dorp zowel een Chinees restaurant dat de Lange Muur noemt om een of andere reden. Maar ja, het Chinees, Vietnamees, Thais, dat zijn allemaal topkeukens. We hebben ongeveer nog iets van een 5 minuten. Hebben we over? Ja. Oeh. Zes minuten pak. Oké. Okay, ik ga even gas geven. Ik zal mij even in stilte bezighouden. Ga jij voortdoen. Dat goed? Ik moet even mijn rondskatten op. De kip is bijna klaar. En die rijst... Die rijst zal ver... Die zou bijna klaar zijn. Ja, en de broccoli zal ook bijna klaar zijn. Ja. Ja. Jij danst zo mooi in de keuken. Jij stapt niet, jij huppelt in de keuken. Dat is kei mooi. Maar het ruikt wel al geweldig, hè, chef. Echt waar. No stress, mensen. No stress. Wij kunnen dat. Zo. Dus eigenlijk is de rijst al 10 minuten aan het koken, hè? Ja. Dan kan ik de rijst gewoon afzetten. Zo. En ik kan eventjes de kip opzij zetten. Dus belangrijk, hè, dat je de kip niet te groot snijdt. En dan. Nu. Oei, hoe werkt dit? Het draaien, denk ik. Ja, ik snap het niet. Ja, op zondagochtend laat ik die appelsine voor mij persen, dus ik weet niet of ik dat moet opendoen. Ik kan dat niet opendoen. Ja. Misschien is dat... Nee, ik meen dat. Oké, ik kan oplossing... Kijk. Ah, amai. Sst, niks over blondjes zeggen, hè. We zullen het er misschien uitknippen. Appelsien. Hier is rijstazijn. Vind je dat tegenwoordig overal rijstazijn? Overal. Ja? Echt overal. Behalve in een apotheker. Zo. Wat doet dat met de smaak? Zo, ja, dat balanceert die appelsien en de soja. Ik heb hier een hele lekkere soja. Je weet, sojasaus is vrij zout, hè? Ja. Dus oppassen met die afkruiding. Zo. En dan... yes. Oef. Honing. Je gaat het halen, chef. Nog je denkt het. Het is echt een blok van je schouders dat valt nu. Ik zie het. I see it when I get there, zou ik zeggen. Nu, alleszins, chef, het ruikt geweldig en ik wil ervan eten, nu al dus. Ik ga die oven gewoon afzetten, ja. Denk ik. Nee. Dat mag een klein beetje verder. Ja? Oké, dit begint te koken, een beetje hoger, tjuk, tjuk, tjuk. Ik ga een tjuk, beetje... Tjuk, tjuk, is dat ijs voor sneller, sneller? Oh, de gember. De gember. Heel belangrijk voor lekkere smaak. Ideaal voor 's avonds in de winter met een theetje. Hè. Zo'n verse gember. Nieuwe zetel. Hele jaar door. Oh. Dus, een dekentje over u, een goede film. Ik drink heel graag alles met gember en eet. Dat is heel gezond. Ik doe wel redelijk wat. Ik hou van te smaken. Wat zijn de verhoudingen ongeveer van de saus? Dus we hebben... ik zeg altijd tegen mensen, doe op smaak. Mm-hmm. Ik zou wel zeker dat 1 eetlepel is. Okay. Zeker. Van een raste genter. Okay. You will know why later. Zo. En dan ga ik een klein beetje extra kruiding doen.
met look. Je hebt nog 2 minuten, chef. Begint de stress terug. Je was niet juist gekalmeerd. Ja, en nu heb je mij een beetje... Oké, dan heb je nog 5 minuten, chef. Ik zal een beetje liegen. Dus ook redelijk wat look. Maar ik ga die oven afzetten. Maar ik laat dat gewoon in blijven. Zeker 2 grote knolletjes of teentjes look. Zie, dat is eigenlijk een gezonde keuken, hè? En snel. Als je maar gewoon niet snijdt. Niet je vingers, inderdaad. Soms. Zo. Ik denk dat wordt op nippertje. Zo. Voilà. Feel free thuis om extra van alles in te doen, van kruiden en zo. Ah, ik ga een beetje saus binden. Nee, wat ga je dat binden? Ik heb hier maïzenen, maar je kan van alles gebruiken. Zo. Ik gebruik dat toch niet veel, zo binden. Goed roeren, want dat kan anders klonkjes komen. Misschien mag ook een klein beetje water. Amai. Ik kan misschien ook die... Ik kan een klein beetje water doen. Het ruikt zelfs zoetzuur. Klein beetje water. Zo. Ik ga je nog een klein beetje extra stress bezorgen. We zijn al over tijd. Moest mijn vriend dat zeggen, zou ik beginnen panikeren. Oh. Maar doe maar rustig. Het ruikt zo geweldig, chef. Ik wil het gewoon proeven. Dus... Ja, maar ik probeer hier dat de saus... Zo. Natuurlijk dat gember en die look is een stukje erin. Ja. Ik ga dat even hier opzetten. En de kip erbij. Oh, heerlijk. Kip erbij. Mijn werkstation is een beetje... Dat is oké. Een goed koksje is een vettig koksje, zeggen ze altijd. En als je gerommel hoort, dat is mijn maag, want het ruikt echt waanzinnig goed. Ja, hè? De reuk is goed. Oké. Ik ga eventjes proeven en dan ga ik afwerken. Aha. Sorry. Jij mag dat. Ik vind dat echt yummy, yummy. Nam. Maar je ziet ook dat je er echt vrolijk van wordt. Je lacht als je dat gerecht ziet. Het is heel mooi om naar te kijken. Dat is klaar. Afzetten. En opdienen. Hop. Een bord mag je achter jou eens kiezen. Ja, ik ga ook een beetje misschien... Dat is warm, hè. Oef, mag je dat opzetten? Jij mag dat. Bij een andere zou ik kwaad worden, mag je. Ik had me nochtans thuis geoefend op die klok. En dat was aardig gelukt. Het blijft toch altijd wel haalbaar, zeker in 20 minuten? Het zal misschien een beetje mijn fout zijn. Ik heb misschien te veel vragen gesteld aan jou. Lastig geweest. Of je was in de war van mijn schoonheid, dat kan ook. Dat kan, dat kan. Zo. Oh my. Ik doe gewoon voor 1 persoon, hè. Maar thuis is het natuurlijk voor 4. De kip. Ja. Maar dat ruikt echt goed. Ik ga nooit meer naar de Chinees. Ik ga vanaf nu altijd zelf koken. Maar dat is het juist. Ik ga gewoon... Oei, ik heb een beetje gesmost op de bord. En ik wil dat zo mooi doen voor jou. Dat is helemaal oké. Ik ben al blij dat het er zo goed ruikt. En dan...
de lekkere crunchy broccoli gewoon zo op. Zo. Ik ga de klok ondertussen stoppen. 3, 2, 1. En stop, hij is al gestopt, kei flink. Chef, het ziet er kei goed uit, hè? Wacht, hè. Ik ben... Nog niet klaar. Doe nee, maar. Nee, ik kan... Ja, weet je, een beetje saus hierop zetten. Zo. En de laatste touch. Ik dat wil is, wel... Dat is echt een chef. Zo echt nog proper maken ook nog. Bam. Voilà. Kijk eens aan, chef. Prachtig. Binnen de tijd, laten we zeggen. Het ziet er geweldig uit, chef. Ik ga je toch nog 10 seconden geven om je gerecht voor te stellen. Doe maar. Voilà. Hier hebben wij onze hele gezonde en lekkere kip à la Roans. Ah, nee. À la Orans, sorry. Met rijst en crunchy broccoli. Bon appétit. En voor de mensen die het gerecht thuis ook willen namaken, kijk gerust op jan.tv. Chef, bedankt. Dag. En nu ga ik afwassen.